in Lint bij het feest van Nico van Kerkhoven. Hebben we gehad. 1 jaar Gladbach. En nadien is het zo met uit elkaar gevallen. Dan ging Nico naar Westerlo. En dan zaten wij terug met Lierse supporters, andere supporters. En dan bleven die liever de liefde van hun club beamen eigenlijk. Zo. En dan is het stilgevallen. Tot dit laatste seizoen van Nico dan in de Belgische competitie. Waar we met een nieuw jaar de kopjes hebben bijeengestoken om een afscheidswedstrijd voor te bereiden. Ja, dat zegt genoeg, denk ik, als je ziet hoeveel mensen hier staan en hoeveel spelers hier zijn. Dus hij heeft lang gevoetbald, bijna even lang als ik. En heeft duidelijk heel wat nagelaten, dus dat is leuk. Ja, fantastisch mens. Humor. Als voetballer wel iemand met een groot hart. Een hele goede voetballer natuurlijk, maar de gasten om heel veel plezier mee te maken. Maar op het moment dat hem tussen die krijtlijnen stond, dan was het een beste speler.